De tijger en de buffels. Er leefden eens, diep in het bos, vier buffels. Ze bleven altijd samen. Ze waren zo'n eenheid dat alle andere dieren altijd voor hen bang waren. En tussen al die dieren was een tijger. Elke keer dat hij probeerde aan te vallen, zag hij ze samen en vertrok dan teleurgesteld. Oh, ze zijn altijd samen. Maakt niet uit. Morgen weer. Op een dag maakten de vier vrienden een plan. Luister, ik heb gehoord dat het gras op het andere veld veel lekkerder is. Waarom gaan we daar nu niet eten? Oh ja, goed idee hoor. Maar waarom praten we dan nog? Laten we gaan. Oh, groen gras, het water loopt mij al in de mond. Kijk dan naar deze dikke. Vreedzak. Ze vertrokken allemaal samen om naar het veld te gaan. Terwijl ze erheen liepen, zag een vos ze komen. Ze was zo bang dat ze onmiddellijk wegrende. Maar de vrienden hadden niets door en liepen vrolijk verder. Na een tijdje bereikten ze het veld. Na zo lang allemaal te hebben gelopen, hadden ze erge honger. Toen ze net wilden beginnen met eten, zei één van hen... Laten we één ding doen. Laten we dikke hier staan en over ons waken terwijl we eten. Niet eerlijk. Waarom moet ik wachten? Ik heb ook honger. Jij hebt meer werk met eten. Je kan na ons eten terwijl wij over je waken. Ik ben niet jullie slaaf. Ik ga niet wachten. Ik ga tegelijk met jullie eten. Hij heeft gelijk. Het is niet eerlijk om hem hier alleen te laten wachten. Echt waar? Waarom wacht je dan niet? Wie denk jij dat jij bent? Je kan ons niet zomaar commanderen. Als je het zo lastig vindt, dan ga ik meteen weg. Je commandeert alleen mij. Ja, jij speelt altijd de baas over ons. Ja, ik ga ook weg. Ik heb hier geen zin meer in. Doei! Ik kan mezelf wel redden. Gaan jullie allemaal maar weg. Ik kan mezelf wel redden. Weg jullie! Alle vier waren ze erg boos op elkaar. Maar ze wisten niet dat de tijger hun daarin had gevolgd. Want elke dag hoorde hij dat de vier eens goed ruzie kregen. Dat zou ervoor zorgen dat ze elkaar in de steek lieten, zodat hij ze dan kon aanvallen. Hij verschool zich achter het gras en keek. Hij was blij dat de dag eindelijk was aangebroken. Zo, wat een geluk! Ik kan nu aanvallen en ze één voor één gaan opeten. De vier vrienden liepen bij elkaar weg. De tijger volgde en sprong op ze één voor één. Hij doodde en at ze allemaal op. Tot het moment dat de vier buffels samen waren, durfde niemand bij ze in de buurt te komen. Maar op het moment dat ze ruzie kregen, liet ze elkaar in de steek, wat ze uiteindelijk hun leven kostte. Zoals ze zeggen, eenheid is de grootste kracht. Dus kinderen, dit is dus de reden waarom jullie altijd samen moeten zijn. Je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Zolang jullie samen zijn, kan er helemaal niks met jullie gebeuren. De overwinning zal altijd voor jullie zijn. Ja, Fee, je hebt heel erg gelijk. Hé, hey, had je geen ruzie met Johnny gisteren, toen hij de aanvoerder werd van het voetbalteam? Ja, dat klopt, maar ik zal erheen gaan en sorry zeggen. Dan kunnen we samen de wedstrijd winnen. Ja, absoluut, want... Eenheid is onze grootste kracht.